Zondag 7 april gaf fanfareorkest Nos Jungit Apollo, God van de muziek verenigt ons, een voorjaarsconcert in de Goede Herder in Eerschot. De nieuwe president, Simon Passier, loopt alvast vooruit op het 150-jarig bestaan van de oudste vereniging van Sint-Oederode in 2014. Op de achtergrond hoort u muziek van Paul Lovat Cooper, When Eagles Sing, Wagner Lohengrin en Roy Nemtsov, de bas in de bal. We spelen vandaag ons voorjaarsconcert. We hebben jaarlijks een voorjaarsconcert. Dat concert is helemaal goed, want we hebben het eerste dag met het zonnetje vandaag. En ons concert is vandaag voorjaarsconcert XXL. En dat XXL, dat staat niet voor de lengte van het concert, maar dat staat heel duidelijk voor de inhoud van het concert. We spelen vandaag een zestal hier prestigieuze stukken. Het laatste nummer van het concert is De Lost Labyrinth. Een fabuleus muziekstuk met heel veel inhoud. Waar we een gastsoprane voor hebben vandaag. En waar we ook een harpiste voor uitgenodigd hebben. Om het volledig en compleet te maken. Volgend jaar 2014 bestaan wij 150 jaar. En daarmee zijn we inderdaad de oudste vereniging van Sint-Oederode. Dat is iets waar wij op dit moment volop met een groep mensen al mee bezig zijn om dat voor te bereiden. Wij willen ons volgend jaar breed laten zien aan de Rooische samenleving. En wij zijn hier vandaag al met een grote groep daarvan aanwezig om dat ook mee te promoten. We gaan volgend jaar echt verschillende keren van ons laten horen. En het programma is nog niet geheel openbaar. Maar één ding kan ik zonder meer al verklappen. Wij starten einde van het jaar met ons traditionele Silvesterconcert. Wat dit jaar het begin van het jubileumjaar 2014 zal inluiden. En het hoogtepunt zal medeliggen in november. De exacte datum waarop wij 150 jaar bestaan. Ik zie hier al heel veel muzici staan. Hebben jullie op dit moment voldoende muzici of kunnen jullie nog extra mensen gebruiken? Nou, dit is een fantastische vraag, want wij kunnen natuurlijk altijd nog mensen gebruiken. Wij hebben een hele grote groep van vaste muzici. We hebben ook een hele mooie groep met jeugd die gewoon geweldig aan de weg timmeren om zich te profileren. En die vandaag ook heel veel schuiven vandaag aan bij het grote orkest al om daar deel van uit te maken. Maar juist de aanwas van onderuit is voor onze vereniging eigenlijk van important belang. Dus mocht je nog interesse te hebben om te komen musiceren bij Nos Jungit Apollo. Nieuwe mensen kunnen zich melden. Het makkelijkst via onze geheel vernieuwde website. www.fanfarenja.nl. Hij is bij Pasen operationeel gegaan. Daar staat heel veel informatie op over muziek. Over onze fanfare. En er staat ook een formulier in waar u zich kunt melden voor nadere informatie. Of voor mogelijke proeflessen.